Raymond Arnfonds, het eerste fanplein van Heracles Almelo is achter jou bezig. Vertel eens hoe jullie daartoe gekomen zijn. Nou, die plannen die lagen er al een x-aantal maanden. Uiteraard horen daar benodigde vergunningen bij, dus dat was een traject waar we met elkaar in zijn gestapt. Het idee is ooit ontstaan, je ziet het bij andere clubs. Het is niet uniek, maar we zijn wel een van de clubs die daar ook graag op de juiste manier willen inhaken. Om ook onze fans een stukje extra beleving te geven voorafgaand aan de wedstrijd. Twee wedstrijden voor het einde van een competitie, beginnen jullie daarmee? Wat zijn de plannen voor het volgende seizoen? Nou, eerst draaien we een pilot voor twee wedstrijden. Dus de wedstrijd vanavond tegen Heerenveen en de wedstrijd tegen Excelsior. De laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie. Na de tijd gaan we evalueren met alle partijen en dan gaan we kijken hoe we het volgende seizoen in gaan vullen. Aan jou de vraag van, achter jou staan al heel wat mensen op dat fanplein. Wat kunnen ze daar verwachten? Wat kunnen ze daar zien? Nou, ten eerste is het al hartstikke mooi dat je met elkaar ergens een trefpunt hebt waar je met elkaar kunt afspreken om gezamenlijk een hapje en een drankje te doen. Muziekje erbij. En nou ja, vandaag is natuurlijk een fantastische dag dat we de zon erbij hebben. Dus wat dat betreft, beter konden we het niet wensen. Het is nu 2 uur voor de wedstrijd. 1 uur en 3 kwartier. Ben je niet bang dat mensen straks zoveel bier in hun lichaam hebben en dan een stadion binnen gaan? Nee, dat is absoluut niet aan de orde. Als ze hier geen biertje drinken, dan drinken ze dat wel thuis of ergens anders. Nee, dat is bij ons geen thema. Deze wedstrijd en je zegt de laatste thuiswedstrijd tegen Excelsior. Dan gaan jullie opnieuw kijken van wat er vandaag eventueel nog verbeterd kan worden. Dat dan wordt aangepast. Inderdaad, na 2 wedstrijden evalueren en dan gaan we kijken hoe we het volgende seizoen in gaan vullen. En het volgende seizoen, dan is het bij elke thuiswedstrijd een fanplein. Dat kan ik nu nog niet garanderen, maar we gaan kijken hoe we dat op gaan pakken met elkaar. Ja. Raymond, heel veel succes. Dankjewel. Wat wordt vanavond, jongens? Wat wordt vanavond? Wint natuurlijk. Hè? Ja, dat weet ik ook, maar hoeveel? 5-0. Ah joh. 5-0.